Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland. Gemiddeld ademen we per dag zo'n 10.000 liter lucht in. Helaas is de lucht die je in Nederland inademt niet overal even schoon. Vooral fabrieken, auto's en vliegtuigen zorgen voor een grote uitstoot. De provincie vindt het van groot belang dat de lucht zo schoon mogelijk is. Daarom is er een onderzoek gestart in het Noordzeekanaalgebied, waarbij gemeten wordt hoe zuiver de lucht is die we inademen. De metingen vinden beneden plaats, maar we zuigen de lucht door deze slangetjes naar binnen aan. De luchtkwaliteit meten betekent dat je allerlei verschillende stoffen moet meten. Bijvoorbeeld fijnstof, koolstofmonoxide, stikstofdioxide. Vandaar dat je verschillende trechters ziet met verschillende meters beneden. Nou, we zijn nu in het meetstation en dan komt de lucht naar binnen via die stangen en die slangen. En vooral dat roet en NO2, dat heeft te maken met verkeersemissies. Vandaar dat we dat hier meten. In de pilot gaat het ook om woongebieden nabij industrie. En dan denk je meer aan fijnstofemissies bijvoorbeeld. Dus dat gaan we daar ook meten. En dan hebben we die apparaten ook hiervoor staan. Zo begint een filter. Dan gebruik je eigenlijk een soort stofzuiger om gewoon eigenlijk lucht er doorheen te zuigen. En dit doet je neus na, hè? Dus dit krijg je in je longen. Hier draait het allemaal om. Langs de snelweg is de lucht die we inademen natuurlijk anders dan in een woonwijk. Daarom wordt er in de hele provincie ook getest bij mensen thuis. Vrijwilligers kunnen dit meetinstrument een maand lang aan hun huis hangen. De buisjes doen we hier bovenop. Die zijn open van onderen en die zuigen dan luchtsamples op. Na een maand worden de buisjes opgehaald en worden de resultaten onderzocht. Zo is op lokaal niveau de kwaliteit van de lucht goed te meten. In Wijk aan Zee is men nieuwsgierig. De wind staat goed op vandaag, maar als de wind ietsjes draait, dan ruiken we hem. En dan maken wij ons grote zorgen van wat voor narigheid allemaal meekomt. Als ik gerustgesteld kan worden dat dat geen effect zou hebben, nou, akkoord. Heeft het wel effect? Is het wel ongezond? Dan kan ik mijn maatregelen nemen. De resultaten van het onderzoek worden over 2 jaar verwacht. Dan wordt in het gebied rond het Noordzeekanaal de luchtkwaliteit inzichtelijk. De provincie kijkt vervolgens of het onderzoek uitgebreid kan worden naar andere gebieden. Ik ben blij dat het kwartje is gevallen bij de provincie. En ik ben blij dat ik een steentje mag bijdragen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.